Welkom bij Rotterdam Onderweg, het bereikbaarheidsjournaal van Rotterdam en omgeving. Met deze week werkzaamheden op de Meent, in de Maastunnel en op de Pascalweg. En in het Pinksterweekend zijn verschillende omleidingen op Rotterdam-Zuid door evenementen. In het centrum van Rotterdam wordt het laatste deel van de Meent opgeknapt. Hierdoor is de Meent afgesloten voor het autoverkeer in beide richtingen tussen het Rode Zand en het Haagse Veer. Je kunt de Meent bereiken met de auto via het Hofplein, de Pompenburg en de Goudse Singel. Het Haagse Veer en de parkeergarages van V&D en het WTC blijven ook met de auto bereikbaar. Fietsers en voetgangers worden langs het werk geleid. Kijk voor meer informatie op rotterdam.nl/meent of volg op Twitter project_meent. De Maastunnel is deze week 2 nachten afgesloten vanaf de noord naar de zuidkant. De afsluitingen zijn maandag 18 en dinsdag 19 mei van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends. Met de auto kun je omrijden via de Erasmusbrug. De Maastunnel blijft van zuid naar noord wel bereikbaar. En ook voor fietsers en voetgangers blijft de Maastunnel bereikbaar. In Lombardije wordt gewerkt rond de bouw van de nieuwe basisschool Het Open Venster. Hierdoor is de kruising van de Pascalweg met de Catullusweg in beide richtingen afgesloten voor het doorgaande verkeer. Met de auto kun je omrijden via de Spinozaweg en de Vaanweg of via de IJsselmondse Randweg en de Bergambachtstraat. Kijk voor meer informatie op de site rotterdam.nl/openvenster. In het komende Pinksterweekend vinden verschillende evenementen plaats in en rond Rotterdam. Met name in Rotterdam-Zuid hebben deze gevolgen voor het verkeer. Zo is vanaf dinsdagavond 19 mei een deel van de Zuiderparkweg afgesloten voor de Shell Eco Marathon. Op zaterdag 23 en zondag 24 mei wordt de World Ports Classic wielerwedstrijd gereden. Start en finish zijn op Katendrecht en enkele wegen in Rotterdam-Zuid worden afgesloten. Op maandag 25 mei lopen de renners van de Europa Run via Rotterdam-Zuid naar de Coolsingel. Volg bij afsluitingen en omleidingen de aanwijzingen van de verkeersregelaars op. Rotterdam Onderweg maken we voor jou. We horen graag wat je vindt van Rotterdam Onderweg op televisie, internet en in de Stadskrant. Op onze website laat je het ons makkelijk weten. Ga naar rotterdam.nl/uw mening over Rotterdam Onderweg. En dit was Rotterdam Onderweg. Tot volgende week.